Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe map randomizer. En dit keer is het niet Pokémon Emerald, maar het is Pokémon Platinum. En ik ben natuurlijk weer met Nando. Ja, wie anders? Wie anders, inderdaad. Dus, voor mensen die niet weten wat een map randomizer is, de bedoeling is eigenlijk heel simpel. Je moet alle gyms en Elite 4 allemaal op volgorde halen. Alleen de catch daarin is dat alle ingangen en uitgangen randomized zijn. Dus je loopt de Pokémon Center in en dan komt opeens bij Cynthia uit. Zo kan het zomaar zijn. Dus het is een beetje lastig, maar mocht je meer ervan willen zien, we hebben met kerst ook twee afleveringen op mijn kanaal staan. Dus dan kan je eventjes wel kijken daarna. Ben jij er klaar voor, Nando? Ja, zeker. Oké, dan starten we nu. Oh, shit. Hij deed net bij mij die verversen. Nu moet ik weer opnieuw. Ja, ik had precies dat. Oh, dus ik zit nu weer op het menuscherm. Ja. Kan ik? Ja, je kan. Oké, goed. Top. Dat is altijd zo naar met de Pokémon games. Yup. Nou, speed button. Oh, kut. Yes, ik snap hem. Ja, dit is weer even wat anders. Nu hebben we weer de touchscreen waar we mee. Ja, precies. Gelukkig is het alleen in het begin. Oké, ik noem mezelf, weet ik veel, en zo, hartstikke idee. En dan noem ik mijn rivaal, noem ik M van Milan. Ah, ik heb gewoon doorgeklikt. Ah, dat kan ook, dat kan ook. Nou, het mooie is, het menu is nu met X en niet met start of wat dan ook. Kijk, een mooi schermpje, rood is wel mooi. Goed, en gewoon gelijk. Ja, slim, je hebt options gedaan. Yes, yes. Nooit vergeten, dat met Nuzlocke en wat dan ook, ik vergeet dat nooit meer. Ook gewoon met die battle scènes, want dat kost gewoon heel veel tijd. Oh, battle scènes, ja. Oh mijn god, die zet ik nooit uit. Kijk, geef me nog gewoon hints ook, terwijl het een race is. Ja, inderdaad. Dus waar we eventjes... Wat, sorry, wat wou je zeggen? Dit is even wennen, want normaal gesproken ga je naar de lake, maar nu komt de professor gewoon op de routes. Ja, ja, precies. Het is omdat het natuurlijk random is. Of nee, omdat het nu platinum is, ja. Dus dat is inderdaad even wennen. Heel veel, en we hebben natuurlijk net BDSP gespeeld, dus... Heel veel BDSP gespeeld. Ja. Kijk, ik weet niet exact welke de beste starter is voor HM's, dus ik ga voor Chimchar. Ik ook. Oké. Ja, ik heb nog niet gecheckt. Ik weet dat toevallig Small End dit wel heeft gedaan, maar ik heb niet gekeken. Nee, ik heb ook niet gekeken. En ik zag dat hij weer zo'n eentje van plan was te doen met Pokémon Challenges. Dus die Duitser. Ja, die Jan. Ja, die Jan. Zo heel erg fan van Nika, maar hij maakt wel goede content. Hij maakt wel redelijk goede content. Okay. Daar niet van, maar het is gewoon, ja, sommige dingen sommige meningen die hij heeft, ja, ben ik niet echt mee eens. Van wat ik me nog kan herinneren hoor, want het is alweer een tijdje geleden dat ik hem heb gecheckt. Ja, precies. Ik merk wel dat de speed knop iets minder snel is dan bij Emerald. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ja, klopt. Dat, maar daar was ik al op voorbereid. Oké. Dus, ja, je kan het niet echt nog sneller laten gaan, helaas. Ja. Dat is gewoon omdat Gen 4 heel traag is. Überhaupt eigenlijk elke Gen na Gen 3 is traag. Ja. Maar ja, dat komt erbij kijken als je upgrade. Dus, ik ben benieuwd, want is er al het een en ander gerandomized in Sandjam Town? Dat weet ik nog niet, want ik zit eerst nog tegen de professor aan het praten. Oké. En ik krijg nu een TM vandaan. Ja, ik heb dat nu op het moment. Oh, nee, geen idee. Dan gaat zij nog alles laten zien. Oké, wat is er in de markt? Ja, oké, het is random. Oh, perfect. Nou, dan wordt het gelijk. Trouwens, dat weet ik nog niet, maar hebben we dezelfde rom? Ja, we hebben zelf erom, om het eerlijk te houden. Oké, dus... is ik gedood. Ja. Okay, volgens mij werd ik gewoon gewone KO door een one-hit KO move. Serieus? Ja. Wow, heftig. Oké. Ja. Oh, waarschijnlijk, ja. gewoon qua speed red je niet al die Pokémon zijn sneller. Ja. En nadeel is, we hebben nog geen... Trouwens... Even terug. Hier zo. Even resten. Dan krijgen we dit journal. Dan krijgen we een pakketje. Kus. En dan gaan we weer terug. Ik ben al 2 keer gewaaid. Ja? Ja. Oh damn. Ja, dat gaat wel snel. Vooral als je tegen hoge level Pokémon's moet. En dan gaan we dit even checken. Oh, ik kan even een slok nemen. Je moet terug lekker. Naar je moeder. Dat zei ik altijd. Nou ja, en ik ga nu een save state zetten. En ik heb nu 5 Pokéballen. Kijk, wat is dit? Oké, ik heb Gym 2 gevonden. Wat? Ja, we moeten bij Platinum eventjes op letten dat Gym 3 Fantina is. Ja, klopt. Ja, want anders zit je daar te kutten. Dat moeten we ook niet hebben. Oké, en wat is dit? Oh, held. Oké. Ik ga weer een save state zetten. Nou, ik ga elke keer dood. Godverdomme. Oké. Load. Moet even iets goeds tegenkomen hier. Ja, natuurlijk. Kom ik die weer tegen. Kom op. Nee. Ja. Dan heeft een Bidouf. Ah, gezellig. Moet even. Ik kom alleen maar hetzelfde tegen. Wat is nou, waarom ga ik elke keer dood? Wat is het voor een onzin? Nou ja, fuck it. Okay. Ja. Vecht je tegen een hoge level Pokémon? Nee, gewoon tegen de eerste trainer. Wat? Oh ja, hij heeft Quick Attack natuurlijk. Waarschijnlijk, misschien dat je een hele slechte defense hebt. Dat kan ook. Come on. Ik heb weer verloren. Ah. Wauw, wat een onzin. Weet je wat? Ik ga hier iets van. Dit is misschien wel wat beter. Oké. Oh. Oh. Nou, ik heb de eerste zelfdestruct al gezien. Nice. Ik vind het grappig. Dan, zet je een save state neer en je komt gewoon weer hetzelfde tegen wat je zou tegenkomen. Dat, volgens mij was dat niet zo in Emerald. Dus volgens mij vanaf dat je binnen een cave of zo loopt, dan is er al bepaald van oké, je komt dit tegen. Als eerste. Dan. Is dat zo? Ik denk het, want ik heb een save state gezet binnen... Ah, fuck. Tim met Nature. In de Mount Coronet. En ik kom gewoon alleen maar Graveler tegen. Oké. Ik ga weer eentje zetten. Ik zoek een bepaalde Pokémon. Ik denk dat ik een fucking slechte Chimchar heb. Ik heb een quirky nature, dus dat is neutraal. Oké, dit is wat ik zocht. Het wordt echt tijd dat ik een Pokémon Center ergens tegenkom, want dit is wel erg droevig. Oeh. Hey. Ik heb overigens de tweede gym ook gevonden. Nice. Weer een Timid Nature. Dat is niet echt het juf van het. Hoezo ga ik elke keer dood? Wat is dit? Save state 1. Goed, dat gaat verder. Oh, eentje terug. Goed, wat hebben we hier? Oh, nice. De Quick Claw. Kijk, dat zijn... Oh, nee, niet trashen. Zeker niet. Geef aan hem. Kijken, wat hebben we hier? Maniac. geeft. Oké. Oeh, dan kan je Hippopotas vinden. Dude, ik kan niet wachten tot ik een repels kan kopen. Weet je wat ik alleen zo jammer vind aan dat we nu Platinum doen? Nou? We kunnen niet zeggen dat dit Kaizo is en dat gesponsord is door Harm. Ik moet het toch even maken. Deze grap snappen ze pas over een jaar. Ja, klopt. Dat is nog het naarste. Ach ja. In sommige gevallen kan het wel werken. Oh, ja, daar heb ik een fiets voor nodig. Daar kan ik niet naartoe. Ik weet ook niet of dat het waard is om dat te gaan pakken. Oh. Weet je wat nog het lastigste van alles is? Dat we nu Platinum spelen. Nou? Cynthia. Tenzij we Legendary vangen. Ja, maar dat is sowieso wel een beetje de bedoeling, denk ik. Tenminste, daar was ik wel op ingesteld dat dat ging gebeuren, zeg maar. Een Legendary vangen. Mm-hmm. Ja, het moet ook wel enigszins. Kijk, hier de Antidote pakken. Nou ja, ik heb stad 1 in ieder geval verkend. Dan gaan we op naar stad 2. Waarschijnlijk ben jij er al. Nee, nog lang niet. Ik moet elke keer die battle opnieuw doen. Oh. Ik ben nu voor het eerst loop ik in Jubilife en Houtdam me tegen. Okay. Nee, ik kom gewoon. En je hebt nog steeds alleen de tweede gym gevonden? Ja, ik ben nog niet in Jubilife geweest. Oh. Ik heb in ieder geval wel al het andere gecheckt. Dat er verandert helemaal geen sniffelt. Ah, waarom kom je zoveel Pokémon tegen? Die encounter rates zijn zo hoog in deze game. Yep. Nou. Bijna er doorheen geworsteld. Oké, ik ben eindelijk in Jubilife. Oh lol, je moet Barry toch de parcel geven? Ja. Dat is wel, zeg maar, sterk. Als in... de trainer school zit daar, zeg maar, waar die normaal ook zit. Oké, dus dat hebben ze expres zo gelaten waarschijnlijk. Ja. Ja, want anders kan je volgens mij niet naar de route daarnaast gaan. Mm-hmm. Oké, nou daar hebben ze goed over nagedacht in ieder geval. Oké, nou, dag Barry, en dan pakken we die. En dan gaan we kijken wat dit is. Oh! Nou, vooral als je Dragon Meteor wil. Dit is nutteloos. Ja, mag er pas van in als je een badge hebt. Ik zal je zeggen dat ik Cynthia heb gevonden. Oh, echt? Ja. Dan ga ik nu alvast een safe state zetten. Oké. Oh, what the fuck? Oh, dit is... Oké. Ik denk dat ik ga verliezen, wat denk jij? Ik heb ook... ja, denk ik ook. Maar ik heb ook nu ook Cynthia gevonden. Ah, ik dacht dat ik een voorsprong had. Krijg je deze onzin? En ik heb gelukkig een save state gezet. Dus ik zet hem gewoon weer. Oké. Wat is dit? Dit is de Coast Galactic Hideout. Jezus, je gaat wel van het een naar het ander. Oh, oké. Ja. Nou. Het mooie is wel dat je nu gelijk die fly locations hebt. Maar ja, die moet dan alsnog work eerst vinden. Weet je, heeft dat wel zo zien? Nou, ik ga eerst dit allemaal... Hey, een Pokémon Center, dat is nice. Daar heb je heel wat aan. Even healen. Oh lol. Oh. Kijk, wat is dit? Letterlijk nutteloos, tenzij... Ja, nutteloos, oké. Hoe krijg je fly ook alweer in deze game? Oh, dat wordt wel lachen. Je moet in de Galactic Warehouse moet je zijn. Oh ja. En dan die... Oh fuck, daar ga ik echt niet checken. What the fuck zit daar een random voor de store? Nee, rare candy. Oeh. Kijk, dat is ook nog wel handig. En Deze heeft 2 ingangen, nice. Oké, dat komt daaruit. Dat komt hieruit, letterlijk nutteloos. Waar? Ja, nou ja, ik heb nu ook die center gevonden. Welke is dit überhaupt? Oh, dit is letterlijk de Jubilife Center. Nice. Oké, nou dat is wel 1 verdieping die ik niet meer hoef te checken. Dus dit. Ah, nou ik heb die rare candy waar jij het over had, heb ik nu ook. Ja. Oké. Ja, die had ik al gecheckt. Ja, dit was niks. Nou ja, dan gaan we naar rechts. Waarom doe ik dit? Die kan letterlijk gewoon naar Oorburg gaan. Oh, wacht, ik weet al waarom ik doe dit. Dit kan nog een nut hebben. Wat ik dit doe. Oeh, level 51 Pokémon, what the fuck. Yes, let's go. Waar ben ik in godsnaam? Dit is de... Oh, dit is het huis van de opa en oma van Cyrus. Lol. In Sunny Shore. Oké. Nou ja, dat is letterlijk nutteloos, dus daar heb je helemaal niks aan. Goed, dan gaan we hier checken. Gewoon even al die trainers aan de kant. Dan kunnen we er langs. Ja. Go. Ik vind dat zo zonde dat ze die Platinum updates niet in Brilliant Diamond en Shining Pearl hebben gedaan. Wat acht jij de kansen dat ze dat als DLC erin gaan doen? Ja, maar wat wil je dan zien, zeg maar? Battlefront hier. Dat maar is dat het enige? Ja, er zullen vast wel wat andere dingen zijn. Ja. Ja, weet je, ik heb niet zoveel met de Battlefront hier, dus dat hoeft van mij niet per se, maar... Oké, ja. Ik weet niet of er nog andere dingen zijn die, die ze eventueel kunnen toevoegen. Deze move moet ik niet doen. Ik zit even na te denken, wat is nog meer vet? Ik ben echt alleen maar tijd aan het verdoen, joh. Op zich, de team van Cynthia, dat hebben ze er al ingezet. Via zeg maar de rematch. Want via de rematch, dan heeft ze gewoon de Platinum team. Dat is wel echt heel goed dat ze dat hebben gedaan. Maar... waarom heb ik ook echt alleen maar trash moves? Oh, ben ik nou... What the fuck, is dat ding nou dood gegaan? Dus wauw. Weer op hem focussen. Oh, kut. Ik ben in de Pokeball Factory ofzo. Of nee, wat is het? De Power Plant. Oeh. Dat is niet de bedoeling. Kijk, wat is dit? Nee, omdat ik daar redelijk vast zit, zeg maar. Oké, dit is letterlijk nutteloos. Voor de items is het leuk. Even kijken. Ja, dat wel. Oh shit, meen je die? Oké. Nou ja, dat wordt misschien wel leuk. Ik ben benieuwd of jij dat gaat vinden. Oh jee. Wat heb je gevonden? Nou ja, een soort van log. Ik ben ergens terechtgekomen en toen... ben ik ingegaan en toen kwam ik in Kenneleef, maar ik kwam uit dat huisje waar je Darkrai normaal gesproken zou vinden. Oké. Alleen je kan het huisje niet meer in. Oh, oef. Als je eruit gaat, dus dat is een beetje F. Maar je kan nog steeds terugkomen op zich. Je moet alleen even goed kijken. Want er zijn genoeg andere deuren die je in kan gaan, gelukkig. Oké, nou wat kom hier? Ik zoek even een bed of wat dan ook. Oh wacht, ik kan ook gewoon een rare candy. Ja, wil ik dat wel doen? Rare candy gebruiken op dit moment. Waar de fuck is dit? Dit gedeelte. Oh, dit is daar. Oké. Dragon Claw, maar kan überhaupt iets uit mijn team Dragon Claw leren? Nee. Waarschijnlijk niet. Nee. Trouwens, Dick is wel handig op deze. Doe maar die weg. Oké. Oh, trouwens. Doe maar ook gelijk return. Waar de fuck ben ik? Oh, dit is waarschijnlijk op het eiland. Eiland? Ja, weet je wel, postgame eiland. Oh, postgame eiland. Oh, leuk. Weer Victory Road. Die komt er vandaan. Oké. Ik vraag me af, moet je überhaupt Volkner in die gym zien te krijgen eerst? Voordat je naar die gym kan. Dat is ook een hele goede vraag. Maar ik denk wel dat die er wel al voor ingeprogrammeerd staat, zeg maar. Snap je? Ja. Oké, dat is wel slim. Oké. Deze peppel zegt niks. Hoppa, doei. Moet je iets doen om de Regis hier te krijgen, zeg maar? Ja. Ja, ik weet. Volgens mij moet je een Regice hebben. Van een evenement. Ja, dat zuigt. Ja. Ik was in een huisje waar je Reggie kon vangen, maar... Oh. Damn, dat zuigt. Jij al iets interessants nog gevonden? Nee. Nee, ik heb Gym 1 gevonden. Wow. Nu letterlijk net. Ik denk dat jij hier niet achter gaat komen, tenzij die andere ingang wel handig is. Ik weet dat niet. Ik ga nu Gym 1 halen. Gewoon letterlijk net zeg ik nee en dan kom ik Gym 1 tegen. Wauw. Oh, dat deed niet zoveel als dat ik had gehoopt. Oké. Nou, dat is Gym 1 binnen. Lucky. Oké. En aan Stealth Rocks heb ik niks. Lata. Oké, en wat is hier? Weer een... Oké, en waar... Dezezelfde route geeft hij aan. Ik heb... Ah, fuck. Ik ga weer dood. Het is niks. Oh. Dit is een van die Regicaves. Oké. Nou ja. Ik hoef geen Regi te vangen. Volgens mij was het Regirock. Nou, ik was dus ook net in de Regicave. Alleen dat... hielp mij ook niet echt. Waren die panelen aan het glimmen? Ja, dat rode, zeg maar. Ja. Oké, en ging je toen ook met het standbeeld praten? Kwam er wel een Reggie bij jou dan? Nee, maar er kwam een of andere tekst of zo. Ja. Dat er iets gebeurde, maar ik had de speedknop ingedrukt, dus ik kon niet echt lezen wat er stond. Ik hoopte niet dat er een Reggie stond. Oh mijn god, een legendarische Pokémon. Oh, nice. Welke? A zelf. Oeh, die is nog redelijk handig. Oh, dit is niet zo handig. Dat is ook niet zo handig dat ik niet gesaved state heb. Leert letterlijk Earthquake. Clutch. Dit is heel erg clutch. Dit is wat minder. Ja, oké, ga dood. Oef. Ja. Big oef. Waar span ik dan uiteindelijk? Random center. Oh, dat is wel kut. Dit is waarschijnlijk... Oh, dan kom ik weer bij die Regicave center. Oké, nou ja, dat is nog niet zo heel erg. Alleen ja, het ding is... Hup winnen met timid Pokémon. Kut, nu heb ik weer niet gesaved. Je moet nog erg aan de... Oh ja, fuck. Nu je het zegt... ik moet even deze wisselen. Dan gaan we het nog een keer proberen. Dat is letterlijk de enige manier dat ik hier wegkom. Letterlijk geen KO, meen je die? met wanneer het uitmaakt. Dan... Ja, precies. Ah, fuck. Kom ik weer in die Regicave. Oh, dit is letterlijk dezelfde stomme loop. Oké. Weet je wat? Dan zetten we hier gewoon een save state, dan hoef ik niet de hele tijd in te lopen. Wat was dit trouwens? Oh ja, dat was nutteloos. Wat was dit? Oh ja, dat kon je dat ding. Nou, ik doe nog één poging. Ik zit het letterlijk vast bij zo'n rifle battle. Ja. Oh, dat doet hij. Oké, ja. Weet je wat? Ik doe dit keer submission. Oh, dat doe ik veel minder dan. Oké. Rip. Load state 1. Oké, dan gaan we het anders doen. Dan gaan we hier. Even pakken. Dan gaan we dit maar exploren. Want. Hier kan ik niet. Oh, kijk, en dan kom ik weer in Jubilife. Ik ben naar Cyrus en Speech aan het kijken, naar zijn minions. Ah, gezellig. Heeft hij nog wat nuttigs te melden? Ik heb het gespeed, dus ik heb geen idee. Zeker allemaal bullshit. Waarschijnlijk. Ah. En weet je, nu ik toch hier ben, weer terug ben in Jubilife, ga ik maar Gym 2 doen. Dan hoef ik ook niet meer terug te gaan. Het is alleen misschien niet zo handig dat ik deze Pokémon voorop heb. Oké. Ik denk dat we hiermee... Wat is dit nou weer voor een plaats? Ik herken dit niet eens. Oh, dit is ook weer op dat eiland. Vast en zeker. Een of andere tropische bomenfeest. Ja, dat is rechts bovenin. Ja. Inderdaad. Oh, dit is wel kut dat ik geparalyzed ben. Ik heb helemaal geen healing. Ik heb een villa gekocht. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar... Nee. Maar het is wel leuk. Laten we even eerlijk zijn. Mhm. 60 damage. Fuck this. Oké, dan moet ik alleen op Gardenia doen. Het is mooi dat je al die trainers... moet doen in die tweede gym. Je hebt er letterlijk niks aan. Die was net op ook. Oh, leuk maar niet. Oké, nu wordt het een beetje lastig. Oeh. Man gaat gewoon dood bij gym 2. What the fuck? Alleen maar omdat ik geparalyzed was. Dan moet ik weer dat hele pokkenstuk gaan lopen. Ja, weet je, ik ga die safe state niet gebruiken. Nog een keer. Ik heb in ieder geval de 6e gym gevonden. Oh. Oké. Nice. Ja, ik heb alleen nog maar gym 1 en 2. En Arceus heb ik ook gevonden. Oh, leuk. Ga je Arceus proberen te vangen? Uiteindelijk wel. Oké. Het is level 80. Level 80, man. Ja, man. Daar kan je, alles mee one-shotten. Ja, dat ligt er een beetje aan, denk ik. Maar in principe wel, ja. Weet je wat? Wat is dit? Oh, fuck. Dat was ik vergeten. Ik ben letterlijk... Ik heb opgeschreven, oh ja, daar zit Cynthia. En wat doe ik? Ik loop letterlijk in Cynthia. Oh, rip. Ja. Oké. Nou ja, one shot alles. Ik ben weer geld kwijt. Waar zit de masterbal ook weer in deze game? Team Galactic Hideout. En dan een bepaalde kamer. Oké. Goed. Dit keer ga ik wel gym 2 halen. Dat is deze toch? Ja. Hey, Mart. zometeen blijkt gewoon jouw speelstijl wel beter te zijn. Omdat jij gewoon al die locaties ontdekt van wat er allemaal is. Uiteindelijk misschien. Ik heb in ieder geval de department store gevonden hier. Dus... Oh, ja, er zijn twee locaties in deze game die wel heel handig zijn. Dus die department store en... Hoe heet die andere ook alweer? Zeg maar die televisie... ja, ja. Ding. Oh, dit wordt... ja, dit red ik niet. Waarschijnlijk is die sneller... Ja, kut. Kut. Gewoon dood gegaan. Ik heb niks goeds tegen die tweede gym. Rip. Nu begin ik weer hier. Oké, fuck gym 2 dan. Dan pak ik die later wel. Dan moet ik even wat anders gaan vangen ofzo. Kom. Oké, en dan... Oh. Als ik even goed kan lopen. Ik kon ook al niet langs een bepaalde rifle battle. Dat was ook een beetje... Vreemd. Ja. Kijk, we gaan even een andere vloer ontdekken. Oh, hier zit echt tyfus veel. En healing center. Met de move relearner. Een healing... Jongens, ze moeten die healing centers die naar healing centers leiden, moeten ze er wel uithalen. What the fuck, man. Kijk wat het... Oké. Oh, dit is exact wat ik nodig had. Ik heb alleen niet echt goede mons hiervoor, maar... Ik kan het op zijn minst proberen. Ik heb Chris... Oh, fuck. Dat was ik helemaal vergeten. Het is een romer. Rip. Ik heb de Cresselia gevonden, maar het is een romer. Oké, dit heb ik al ontdekt. En deze ook. Ja, dat kom je op een of andere route. Ik weet niet of dat het waard is. Oké, ik heb flint gevonden. Nice. Oh. Die? No. Die. Ja, dat was het. Oké. Oké, ik heb gym 3 gevonden. Wauw, ja, jouw speelstijl is op zich handig, omdat je alles op volgorde hebt. Yep, yep. Maar kom ik een beetje uit op een... Oh, ik kom echt op een kutplek uit. Oh, dat valt mee. Ging ik hierin? Ging ik hierin? Ja. Rood. Op zich proberen om naar de overkant te... Oh, wacht, je hebt de rock climb voor dat stuk nodig. Terug. Oké, dan gaan we naar de volgende. Oeh, nou ja, weet je wat? Dan ga ik hier gelijk checken. Even een safe stage weer. Inderdaad. Gewoon onder parkeer. Kijk, wat is dit? Nog een keer Victory Road. Yay. Wat is dit? Galactic. Hoe de mansion. Daar heb je ook echt dicht encounters. Ah nee, niet een center. Oh, dat leidt natuurlijk weer naar... Poepelkutje. Nou ja, die heb ik niks aan. Oké, volgende. Stop met die stomme encounters. Oké, dat leidt hier naartoe, dat leidt hier naartoe, dat leidt... Ah, oké, die volgt me aan het kogelnet. Oh, hè, ze waren... Oh nee, wacht, dat waren alleen maar bovenin. Lake Veller. Oké, wat is dit? Er zitten ook gewoon meer locaties in deze game dan nog een rare candy dan in Emerald. Yep, ja, veel meer voor mijn gevoel. Ja, toen dachten ze ook volgens mij laten we huisjes gewoon midden op routes neerzetten. Ja. Weet je, we hebben al een paar getest in Emerald en het werkte heel goed. Laten we gewoon tyfus veel in proppen. En dan kijken ze het maar. Kijk, nutteloze Cyrus. Trouwens, Maylene is gym 4 en ik heb hem bij gym 3 alsnog gezet. En ik had Maylene gevonden, niet Fantina. Oh, dan is eerst Fantina doen. Ja, dus dat maakt niet zoveel uit. Dat ik ga hem even kopiëren en plakken op de eerste plek, want anders maak ik zometeen een hele grote fout. Stardust. Dan kan ik verkopen. Nee, ik ga weg. Oh my god. Het ding laat me ook gewoon niet wegrennen. Jongen, jongen. Oké. En dan moet ik weer helemaal terug gaan lopen. Oh, kom op. Kom op allemaal. Ja. En jullie kunnen de rest wel invullen. Inderdaad. Oké, en dan komen we hier. En dan heb ik dit trouwens al gecheckt. Ah ja, dat was Lake Valor. Oké. Gaan we gewoon weer terug. Die gaat weer hier. En dan gaat die weer hier. En dan zijn we weer hier. Volgende. Timerbal, yay. Die 10 beurten die red ik toch niet. Yes, de taker! Waarom is het yes? Nee, dat maakt echt helemaal niks uit. Oh, het was sarcasme. Ja. Het klonk wel heel enthousiast. Oh, wacht. Brengt dit... Ah, jammer. Ik heb letterlijk het huisje van Darkrai gevonden, maar dan de binnenkant. Dus ik dacht, oh, dan kan ik misschien naar Hupplepup Eiland, maar dat doet hij dus niet. Rip. Zo fijn dat ze geen... dat Judoets geen sturdy hebben in deze game. Niet zo fijn dat een Bronzor bestaat. Misschien doet dit meer. Tenzij ik nu geknokt word. Ja. Yeah. Oh, Mary. Moet ik weer helemaal daar naartoe gaan. Yeah. Oh, wacht. Dit is een andere center. Oké. En dan was deze. Ah, dat is nice. Ik heb mazzel dat ik heb geheeld. Ik wilde eerst dit stadje even checken. Alleen ik zat letterlijk met 1 trainer die me gewoon kilde. Nou, oké, wat is dit? De fanclub van Pokémon. Nee. Oh fuck. Dan krijgen we weer die high jump kick gebeuren. Laat me met rust. Kut, ik druk op. Ja, ik wil... Nee, ik ga weg. Oké, wat is dit? Oké, ik heb gym 4 gevonden. Nee, 5 is dit. Wauw. Even kijken. Oké. Hoe heet deze stad ook weer? Even heen en weer. Ah ja. Okay. Misschien is het handig om te healen. Dat was deze kant toch? Ja, oké. Ik ging weer wat dood. Ik zit echt met dat nummer van Pokémon in mijn hoofd. Bullshit van Cyrus. Ja. Ja, inderdaad. Oké. Oh, dan krijg je dat ei toch? Oké, ik heb het huisje gevonden voor als je wilt trainen. Nice. En ik heb nu ook Flint gevonden. Ah. Daarna... Kijk, nou nu... Nu moet ik expres doodgaan, maar dat gaat best wel makkelijk met... Als ik tegen level 52 Pokémon moet. Oké, weer geld kwijt. En wat jammer nou. Oké. Dan hoef ik deze locatie niet meer te checken. Oh, ik heb nog één ding wat ik kan checken. Oh, nu heb ik het echte huisje gevonden om te trainen. Waar je echt naartoe wil. Oké. Mijn game zit echt niet mee. Nee? Nee, ik probeer Arceus te vangen, maar het wil niet lukken. Arceus is wel een bitch om te vangen. Ja, hij is natuurlijk ook nog eens level 80. Mm-hmm. Dat helpt ook niet. Get je raid helpt niet, level helpt niet. Nou ja, level uiteindelijk zal je wel helpen als je hem uiteindelijk krijgt, maar... Ik heb hem geparalyzed. Oh mijn god. Zelfs... Oké, dan heb je sowieso al meer kans. Ik hou niet goed van die encounters hier. Ga weg! Oké. Dan moet ik deze helaas doen. Oké. Wat is dit? Oké, Pokécenter. Dan heb ik weer twee keuzes. Wat is keuze 1? Ja, als ik de baby Pokémon wil vangen. Dat is keuze 2. Oh, dit is de buitenlandse guy. Oké. Nou, dat is dus nutteloos. Maar dat maakt niet uit. Oh, hij is geparalyzed weer. Oké, nice. Dan gaan we naar 5 eeuwen gaan we weer terug. Oh, ik kom er nu pas achter dat, dat ik dat ei niet heb gekregen, maar ik heb HMO1 gekregen. Ah. Ja, daar heb ik wel wat aan, maar volgens mij moet ik Gym 2 ervoor halen. Wat was dit ook alweer? Oh ja, het is... Nou, als ik... ga maar lekker naar binnen. Doei. Heb ik überhaupt niet de gym al gecheckt? Nice, oké, dan gaan we hier heel eventjes... Safe staten in slot 2, omdat hij nu geparalyzed is. En dan kun je hem de hele tijd spammen. Ja, yep. De tactic. De echte ware tactic. Doet de return zo weinig. Oh, fuck. Het helpt ook niet dat mijn Pokémon allebei physical attackers zijn en ze allebei timid nature hebben. Ah, hij kan zichzelf healen, wat een kutzooi. Heeft hij recover? Ja, volgens mij wel. Is paralyzed ging ook weg, kan dat ook met recover? Nee, dat is alleen de rest. Of hij heeft een of andere... Wacht, werd hij ook geheeld? Ja. Qua HP? Ja, dan is het de rest. Wacht, dat kan niet. Want dan zou hij in slaap moeten zijn. Nee, maar hij ging, zijn paralyze ging echt gewoon weg. Oké. Dan moet ik zo even opletten als het nog een keer gebeurt. Yes. Oké, hier moet ik echt geen trainer gaan vechten. Oh, kan hij niet wegrennen, kom on. Oh, het gaat te snel om te zien wat er precies gebeurt. Oh, ik moet überhaupt... trainer bevechten. Ja, en dan ga ik gewoon dood, want de Pokémon zijn niet sterk genoeg voor dit gebied. En nu weet ik niet meer welke centrum dit is. Oh, dit is letterlijk... Oké, ik denk dat ik weet wat er gebeurt. Als je full health bent en je doet dan recover, dan gaat je status weg. Huh? Full health en dan recover? Ja. Dat is nieuw voor mij. volgens mij wordt dat niet zo, maar... Ik ga het eventjes voor de zekerheid checken. Oh nee, nee, het is niet te recover. Oké. Ik ga voor save state zetten. Beetje fuck it. Oh, ik had hem bijna. Ik heb nou nog niet gezien wat er nou gebeurde waardoor zijn paralyze wegging. Maar ik had hem bijna. Hij schudde 3 keer. Shit. Dan moet hij heel dicht in de buurt zijn. Oké. Ik heb in ieder geval een andere Pokémon nog eens bijgevangen. Iron Island. Ja, niks aan. Nou, dat gaat niet. Also, wat is de nature van de Golbat? Oh, iets te snel. Bold nature. Fuck, weer Minotech. Oh, hij heeft de aanval refresh. En ja, dan gaat... ja dan gaat dat weer. Inderdaad, ja. Dan snap ik hem. Weet je wat? Nu ik toch hier ben. Oh. Wat de fuck, maat. Ik vang physical attackers en dan... krijg ik allemaal de natures die min-attack zijn. Rip. Wat zijn de kansen? Oké, nee, deze even bevechten. Okay. De mensen die dit nu aan het kijken zijn denken echt van... waarom is Milan zo lang bezig met Arceus? Maar als ik zo'n Arceus heb, dan kan ik gewoon door de hele game heen sweepen. True. Dan hoef ik hem maar één goede move te leren en dan ga ik zo gewoon door de game heen. Maar echt. Oh nee, dit is niet goed. Oh shit. Ja, kut. Kan ik weer helemaal vanaf die center beginnen? Dat was ook wel een goede locatie. Zonde. Nou ja, ik weet wel hoe ik daar nog kan komen, maar... dat huisje moet ik dus niet ingaan. Oké. En dan was het gewoon hier. Oké, dan gaan we gewoon deze. Oeh, dan kan ik de key krijgen. Ik heb ook gewoon het gevoel dat deze gewoon automatisch langer duurt. Ja, dat denk ik ook. Dus, waarschijnlijk is dit weer zo eentje die we niet ineens kunnen afmaken. Jawel. Nou, dat gaat lukken. Dan moet een van ons wel heel gauw goede locaties vinden. Ja, ik moest de eerste gym eerst nog ergens zien te vinden. Ja, en je moet Arceus vangen. Ja, dat ook, ja. Maar daar blijf ik vertrouwen in houden. Dat lukte met Rayquaza ook elke keer. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat probleem had ik ook niet. Dus... wat is dit? Oké, ik heb Fantina gevonden. Oh, shit. Dit is wel een kut locatie om er te vinden. Maar jij moet Fantina nu toch? Nee. Wel, je moet de derde gym. Nee, ik heb Gardenia nog niet verslagen. Oh, niet? Nee. Oh. Kijk, oh, dat is wel fijn dat ik de Galactic Key nu heb. Want het is... center... oh mijn god, dit gaat overal nergens naartoe. En dan was het die kant op. Ik moet even mijn stappen terug gaan tellen, want dit is wel... oh jezus. Ik zit eraan te denken om toch nog even te gaan kijken. Oh, ik zit in de void. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee. Ik weet waar Arceus zit nu. Ik kan ook gewoon heel eventjes een rondje lopen. Ik heb een tweede Rare Candy. Oké. Ik heb nu dat hele pokken eentje teruggelopen en alles genoteerd van hoe ik daar moet komen. Jezus Christus. Hier heb ik dinges voor nodig, rock climb, maar ik kan deze checken. Installation Ruins. Oké, ik heb die volk, maar daar heb ik helemaal niks aan. Ricket, Mindplate, daar heb ik ook niks aan. Oké, dan gaan we weer terug. Wat was deze dan? Oh ja, dat was dit. Even nadenken. Daar kwam ik in die cave uit. Ja, dit heeft dan geen zin. Oké. Maar hoezo leiden die twee trappen naar dezelfde locatie? Dat snap ik niet. Er is één map, daar zitten twee trappen. En beide leiden naar dezelfde locatie. Oh. Dat is ook niet echt handig. Nee, maar je krijgt wel daardoor de Galactic Key. Dat is zeg maar beneden dat warehouse. Dat leidt dan weer naar een andere locatie. Oké. Oh, dat is wel handig dat ik die Colbert heb gevangen. Want nu kan ik al die verdomde fighting types verslaan. Oké, en dat leidt weer naar dat. Dan gaan we weer terug. Markt. God damn. Oké. Dan gaan we naar die. Oké, ik ga nog een keer Gym 2 doen. Want nu heb ik een Pokémon die daadwerkelijk goed is tegen Grass-types. Shiny Stone. Oh. Pastoria. Hey, Mesprit. Ah, dan heb jij ook een rower nu. Oh. Ja, oké. Wacht, had jij niet zelf gevangen? Nee, niet gevangen. Ik weet waar die zit, maar ik heb hem niet gevangen. Zelf is ook wel redelijk goed. Ja, maar level 50 heb ik toch liever die level 80 Arceus. Ja, daar heb je wel gelijk in. Op zich. Oké, dat is Gym 2. Oh, ik moet opeens tegen Barry vechten. Tegen Barry? Ja, maar... de rival. Ja, maar waar ben je? Voor Pastoria Gym. Pastoria. Daar, oké. Huh? Ben ik hier nog niet geweest? Nope. What the fuck? Oké, ik dacht dat ik hier al was geweest. Blijkbaar heb ik weer wat overgeslagen. Nou ja, we kunnen gelijk nu checken, want ik heb nu een redelijk team. En wat is dit? Oh, hier moet ik heel voorzichtig zijn dat ik niet in die ingang loop. Maar ik kan nu wel full restores en zo kopen. Oh, en goede ballen. Kijk, een quick ball. Doe maar 3. Doe maar 5 dust balls. Voor als ik een legendary tegenkom en dan kijken. De safari zone is weer hetzelfde als... dat is gewoon niet gerandomized. Nee. Goed om te weten. Ik koop maar iets van dit. What the fuck, waarom is die shop niet aangepast? Oké. De shop in de Pokémon League is niet aangepast. Dat wordt aangepast aan hoeveel badges je hebt. In plaats van... Kijk, dit is... Oh, als ik op een gegeven moment fly heb, dan kan... Ik heb Lucian gevonden. Nice. Dat is weer een elite pionier. Oh, hier kom je letterlijk hier. Oh, dit moet ik trouwens doen, want anders kan ik niet daar doorheen lopen. Nou, laten we maar doodgaan bij Lucian dan. Gezellig. Dit fake out. Oké. Poison Fang leren. Ja, doe maar voor Mean Look. Oké, nou, in ieder geval... ik heb iedereen bevrijd in de Valley Windworks. Oké. Dus dan kan ik weer die kant op als ik wil. Wat is ingang nummer 2? Waarom leidt alles naar de Team Galactic Hideout? Omdat hij natuurlijk groot is en heel veel van die warp points heeft. Ja, maar echt. Trouwens, moest ik niet hier naartoe weer. Ik had zoiets van, oh, dan moet ik een hoog level zijn. Oh, ik kan ook Dialga vangen als ik wil. Of Palkia. Dat is een goede alternatief. Ja. Yeah. Oh ja, ik weet het alweer. Dit was als ik Earthquake wilde hebben. Oh, kut. Ik heb geen safe. Ik dacht dat ik safe set had gemaakt net. Dit was letterlijk niks. Had je hem niet in 2 gezet? Nee. Ja, wel bij Arceus, maar oh, dat is echt kut. Hoe heb ik hem dan gesaved? Wacht, misschien als ik hem gewoon normaal reset. Oh, dat zou je dat werkt ook niet trouwens doen. Oh, dat is echt zonde. Ben je hem alweer kwijt waar die zit? Nou, ik weet al waar die zit, maar al die flypoints, zeg maar. Dus dan zonde. Die ik net allemaal gefixt had. Nou, dus kan ik nu kan ik deze checken. Oké, ja, deze kan ik heel snel checken. Ik ga weer eens een save stage zetten. Kijk, wat is locatie nummer 1? Bike shop. Nou, dat was wel handig geweest als ik ja. De bike guy had gered, maar dat heb ik niet gedaan. Dit is... Heb ik geen Rock Smash voor. Fuck, ik had ook gewoon Rock Smash kunnen ophalen. Bedenk ik me nu. Nee. Jij weet tenminste waar die zit. Ja. Yeah. En ik heb Earthquake gevonden. Oh ja, dat je met die fiets daar naartoe kan, dan heeft het helemaal geen zin. Want je moet natuurlijk naar boven een keertje. De locatie. Oké. Wat is dit? Gadverdamme, de contesthal. Nou, daar wil ik niet dood zien geworden hoor. Wat een haat opeens. Ja, ik ben echt fel tegen contest. Is dierenmishandeling. Maar ze laten vechten, hoor maar. Ja, ja dat kan nog. Oh fuck, deze dubbelbetten moet ik doen. Ik denk uiteindelijk, wat denk je dat is dit beter of de Emerald versie? Nou, ik ben daar nog te veel bezig geweest met Pokémon vangen daarvoor. Als ik straks echt in de race ben doordat ik een goede Pokémon heb, dan moet je me nog een keer vragen. Oké, ik heb nu ook Flint gevonden. Die had je toch al gevonden net? Ja, maar ik heb de tweede locatie voor Flint. Dus dat is nog mooi. Ja, daar heb ik echt helemaal niks aan. Volgens mij die eerste locatie... Ja, die eerste locatie is veel beter. Oké, dan moet ik even onthouden dat ik daar niet in moet. Oh, dan begin ik weer bij de Pokémon League. Jee. Weer helemaal terug. Oh ja. En dan deze. Ik zou heel graag weten waar je de Master Ball kan vinden. Ja. God weet het. Ik weet het niet, want ik heb nog... Ik kom nu Cresselia tegen. Wild. Ja. Lol. Safe state. Oké. Volgens mij heb ik hier maar één kans voor, maar quickball. Eterna Forest. Mijn grote vriend. Kijk hoe vaak ik oh no kan krijgen met een quickball. Jezus. Je zou toch zeggen dat toen ze de quickball hadden geïntroduceerd, dat die gewoon goed werkte, toch? Ik weet dat Cresselia een legendary is, maar dan verwacht je toch minstens meer dan één shake, toch? Op zich, op zich. Ik heb niet eens één shake volgens mij. Nee, hij gaat er gewoon gelijk uit. Oké, wat als ik nou een duskbal gooi? Gewoon 0 shakes. Oké, nog een keer. Duskbal. Het is toch donker, vriend? Come on. Come on. Come on nou. Greepbal? Nee. Ja, het lullige is, hij wil gelijk weggaan. Ja, weet je, fuck it. Dit duurt me anders te lang. Het is allemaal leuk en aardig met die Cresselia, maar... Hij heeft gewoon geen zin. Ja, dan niet. Dan niet, hè? Nee. Kijk, wat was dit ook alweer? Ah ja, dat is de Moomoo Milk. Wat is dit? Ah, dit is leuk. Tuurlijk ben ik weer geblacked out. Hoe kom ik daar ook weer? Ik ga denk ik Fantina doen, want dan kan ik die gelijk van mijn lijstje afstrepen. Had je nu Gardenia inmiddels wel verslagen? Ja. Ah. Jammer. Ja, ik snap hem wel. Kijk, hier moet ik naar buiten. Oh, wacht, dan kan ik hier gewoon healen. Dan kan ik, als ik dood ga, alsnog heel simpel terug. Oké. En dan de shortcut. En dan is het deze. Oké, ik moet het rondje zien te vinden. Ik vind deze versie van de Ghost Gym veel beter dan die Diamond and Pearl. Oké. Dan zit je met zo'n zaklantaarn en dan moet je door de gym heen lopen. Dat haat ik sowieso. Ja? Oh, ja, ik weet wat je... Hé, is hier Rotom? Ja, lol. Okay. Ik heb Rotom gevangen. Nou ja, dat is ook leuk. Ja, is alleen level 20. Nou ja. Is een lekkere level 20 Pokémon. Ik kan er nog redelijk wel mee. Ja, oké. Wat is de beste move? Wing attack. Oh ja, ik ben toch level 39, dus ik kan een shot toch weer. Oké, dat is badge nummer 3. En dan krijg ik Shadow Claw, daar heb ik niet zoveel aan. Shadow Claw. Wegwezen hier. De klauw der schaduws. De schaduwklauw. Ja man, ik ga Sneasel vangen. Ik ga weg, Sneasel. Wat te laat naar Sneasel. Ja, sorry, maar Sneasel gewoon... Kut! Niet meer goed in dit stadium van de game. Oké, ik moet dat huisje niet ingaan, want dan heb ik een level 50 fight op mijn broek. Stomme Graveler. Ja, stomme Pokémon. Oh god, weer een encounter. Oké, en dan moet ik alleen één fight winnen. Nou, hoe erg kan dat nou misgaan? The famous last words. Ja, maar echt, het zijn level 40 Pokémon. Oké. Oh, gek genoeg is Graveler wel goed in deze fight. Never mind. Heb ik het toevallig een revive ergens opgepakt? Yes! Een max revive. Misschien heel dom dat ik het weer op Graveler doe, maar wie weet. Ja, hij overleeft de flamethrower. Oké, nice. Oké. En dan moet ik gewoon geen trainers tegenkomen. Heel heb ik niet zoveel aan, maar ik wil rock climb hebben. En ik wil weten wat hierin zit. Hard home, geweldig. Dan is het weer tijd voor een save stateje. Oké, wat is dit? Dit is niks. Oké. Wat is dit? Een green shard. Ah, nog een keer de markt. Leuk. Trouwens, ik heb nog geen enkele Pokémarkt tegengekomen, behalve dan de grote marktjes. Weet oh je ja, ik eentje. Ja, ik heb nog helemaal geen enkele gezien. Nou, dan heb ik heel veel mazzel. Kijk, wat is dit? Ah, Victory Road. Toen ging ik dood. En dat rijdt. Hij ging dood in Victory Road. Yes. Dat was deze toch? Ja, oké. Daar gaan we niet meer in. Wat is dit? Nee. Wegwezen. Oh, fijne center. Dan kan ik healen. Nog een keer Victory Road. Luttenoos. Kijk, wat mag ik hier vinden? Oeh, ik heb Aaron gevonden. Nee. Volgens mij is het set welke move je gaat doen de volgende turn, zo te zien. Dat is echt irritant. De Pokémon waar je tegen vecht. Ja. Yeah. Ja, dat is eigenlijk dus hetzelfde als wat ik had met... What the fuck, miste ik nou een wing attack? Oh nee, waarschijnlijk protect. Ik zit even na te denken met welke encounter ik zou tegenkomen. Ja, precies. Dan ga ik nu even ultraballen. Ja, dan ga ik. Nog een keer voorspalmen. Oké, die mag ik overslaan. Trophy Garden, dus dat is nutteloos. Oké, ik heb je 7 gevonden. Jij loopt zo ver voor op mij. Qua gyms die ik heb gehaald en... Qua wat ik heb, ja, want volgens mij qua Elite 4 had... Jij had Flint al, toch? Ja. Flint en Lucian en Cynthia, maar... Oh, Lucian heb ik nog niet. Ik heb de eerste gym sowieso niet eens gevonden. En ik heb gewoon geen goede Pokémon, dus dat moet ik eerst zien te fixen voordat ik echt verder kan. Mm-hmm. Ja, dat is wel een ding inderdaad. Wat is dit? Oh, dit is die guy die Porygon wil geven of treden. Oké. Is dat ook bij die andere? Nee, dat is weer wat anders. Hey, de Regice. Regice Cave. Oh fuck, ik zit in de void. Kan ik dik gebruiken? Nee. Hoe de fuck kom je uit de void? Een safe state openen. Oké, ja, dat is kut. Nou ja. Het enige wat ik dan verlies is een vissinghengel. Die ik had. Nee, dat is niet zo heel erg. Oké, dan heb ik... Had ik dit al gecheckt? Oh ja, dit was letterlijk nutteloos. Oké. Nou, dan pak ik weer die mooie green shard en dan ga ik weer weg. Doei, mazzel. Oh, dan moet ik weer helemaal door dit gebied heen. Oh, wacht. Dat betekent dat ik dan nog wat anders zou kunnen checken. Als ik niet dood ga bij de trainer. Ja, doe maar nasty plot, inderdaad. Hele goede move. Heb ik gehoord. Kijk, ik zou Maylene kunnen doen. En ik zou Crasher Wake. En dan moet ik alleen nog... Ja, wacht, jij had toch ook Byron gevonden? Ja, Byron heb ik ook gevonden. Ja, oké, daar heb je wel... iets voor. Ja, maar jij bent echt progressie aan het maken en ik niet. Dus... Jij loopt gewoon een Pokémon. Huh? Doe gewoon een Pokémon. gevangen. Ja, maar toen moeten ze wel in de Pokéball gaan. Save state de... Ja, maar dat werkt dus niet. Of bij mij uiteindelijk wel. Even kijken. Oh ja, hier heb je een rock. Wat me hier dus heel erg aan irriteert... Ja. Is het feit dat het dus... Oh, dit werkt ook niet. Kut, sorry. Het feit dat alles dus al vooruit gepland is, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat zit je wel te kutten. Maar is dat ook met dat je die... Oh ja, wacht, dat had ik ook met Cresselia natuurlijk. Ja, dat is wel heel naar inderdaad. Zie, nice! Ik heb Arceus, hè? Lekker, nou ja, dat wordt wel sweeping, de game. Dat is wel fijn. Lake Accuracy. Petje. Ik kom alleen nog even een goede move geven, maar dat komt toch goed. Oké, Gym 1, waar ben je? Maar jij zei dat die echt heel moeilijk te vinden was. Ja, ik weet het nu al niet meer. Zo erg is het. Kijk, wat is dit? Ik heb ook allemaal Pokécenters die niet gerandomized zijn. Ja, die heb ik ook gehad inderdaad. Die in Hardhome bijvoorbeeld. Als je daar naar binnen loopt, heb je gewoon een Pokémon Center. Ja. Nee, maar ik bedoel meer van dat als je in een Pokémon Center komt, dat beneden en boven, als je zeg maar die trappetjes opgaat, gewoon krijgt wat er beneden en boven is. Dus snap je wat ik bedoel? Oh ja, ik snap. Ja, oké, dat heb ik. Ja, nou ja, dat heb ik dan sowieso ook. Aangezien we dezelfde rol hebben. Oh nee, je hoeft deze. Kut. Je hoeft die trainer helemaal niet te doen. En ik zie nu dat mijn ding is gefaint is. Dus dat is niet zo handig. Ik heb natuurlijk geen revive. Oh, wacht. Ik heb een rare candy. En dan gebruik ik gewoon die full restore op hem. Klaar. Wat nou, revive? Ik gebruik gewoon full restore. Kan ik hier er langs toch? Ja, oké. Dan moet hij helemaal hier naartoe. Lol. Pokémon League. Oh, ik zit vast. In de Pokémon League. Ja. Yeah. Achter dat mannetje, zeg maar, die je tegenhoudt om de Pokémon League in te gaan. Oh shit. Ja, ik heb net gesaved van tevoren, dus niet erg, maar... Oh, dan kan je gewoon nog terug. Ja, het was wel typisch. Ja. Maar echt. Dat is wel echt een dingetje in die map randomizer. Kijk, wat is het idee? En dan moet ik die helemaal hier naartoe schoppen. En dan moet ik deze trainer verslaan, want anders kan ik het diep niet pakken. Oké. Heb je nu eerst zo traag. Oké, en dan alleen deze nog. Oké, en dan kan ik nu eindelijk Maylene doen. Dat is 1. Dat is 2. Ben ik sneller? Oh, ja, revenge for the win. Oké. Dat is gym 4. Dan moet ik, eigenlijk moet ik nu fly vinden. Maar ja, dan heb ik nog steeds niet alle locaties van alle gyms. Nu zit ik vast bij Lucian en ik mag hem niet killen. Even kijken. Dan gaan we hier naartoe. Wat was ook weer de centen hier zo? Oh ja, dat, ik kon gewoon hier naar binnen. Oh fuck. En dan kan ik gewoon hier easy win. Oké, hier moest ik zijn. Dat kon ik hier ook weer doen. Dan dit. Dan hier naartoe. Dan naar uit. Oh ja, ik heb nog een rival battle die ik nu wel kan verslaan. Oh, oeps. Ik ging de verkeerde kant op. Oh. En dan hier naartoe toch. Ja, oké. Het was deze moest ik hebben. Ik ga even een toespraak doen aan de Team Galactic mannetjes. Ik sta daar nu boven zo. Eventjes aankondigen wat je van plan bent. Ja. De volgende keer in Pokémon. Pokémon. Karaokimon. Karaokimon. Hoe je dat zo droog dan kan brengen, hè? Mm-hmm. Verbaast me toch altijd. Oké. Ik ga je wel eerlijk zeggen. Ja. Ik ben nu in die gym van Crasher Wake. Maar ja, ik heb niet echt goede Pokémon tegen Crasher Wake. Oké, maar ga je me ook eerlijk zeggen waar ik gym 1 kan vinden? Nee. Dat vind ik... Hij is wel leuk geprobeerd, maar nee. Ja. Maar ik weet het ook niet meer waar ik hem heb gevonden. Oh, dan krijgen we die onzin. Ja. Nee, ik ben echt serieus. Ik weet echt niet meer waar ik hem had gevonden. Volgens mij ging ik via een cave of zo. Mm-hmm. En toen kwam ik daar. Maar ik weet niet meer welke. En dat is echt geen bullshit. Ik meen het serieus. Ik ben het echt vergeten. Ja. Maar ja, zelfs al wist ik het, zou ik het niet zeggen. Nee, daarom. Maar ja, ik denk als de rollen omgedraaid waren, dat jij ook zoiets had van... Nee. Ja, als je 8 badges hebt. Of nee, misschien iets minder, maar... Maar zoals dan, hè, ik weet niet waar Gym 6 is. Gym 8 week ook niet. En ik heb nog 2 Elite 4 members waarvan ik de locatie nog niet weet. Oh, het is wel handig dat ik die potions nu heb gekocht. Kijk, sowieso doen we die even. Wat sinks. Wat potions. Nog iets anders. Speltag. Nee, daar heb ik niks aan. Ik kan deze bitches wel verslaan. Oh, kijk hoe ik genokt word door... Oh fuck, hij begint natuurlijk met Gyarados. Ah, dat was ik alweer vergeten. Oké, switch. En die bitch heeft natuurlijk een full... een hyper potion. Of full heal zeggen. Oké. Dit is ook een bitch. Hé, hier ben ik nog niet geweest. Yo. Is dit de plek die ik denk dat het is? Nee. Wat een kreng met zijn kut potions. Ja, die gaat... Oh, die gaat niet eens in 1 hit dood. Hij heeft alleen maar gewonnen omdat hij potions had. Wat een lul. Ik heb niet eens 1 potion gebruikt. Oh, maar ik spawn wel in de center waar ik nu Rock Smash kan halen, dus dat is toch wel weer een win. Oh. Huh? Oh fuck, je krijgt het niet van Roy, je krijgt van die hiker, oeps. Nou, dat is dus nutteloos. Dus het was wel een nutteloze locatie, oké. Nou ja, toch weer goed om te weten. Kijk, ah ja, dan kom ik weer hier. Ja, ik ga wel nog een keer proberen. Nee, jou wil ik niet. Kijk, sowieso die voorop gooien. Een ander zweetje. Ik gooi gelijk nog een rare candy erop. Dus ik toch een rare candy's. Zet, niet genoeg happiness. Pas op Begint hij in Diamond and Pearl ook altijd met een Gyarados? Of een water, oh nee. Geen idee. Kijk, dat. Oh nee. Oh nee. Aan Graveler heb ik toch niks. Graveler, oh lekker clutch. Oké, dat is de Gyarados neer. Hij moet zichzelf gaan raken in die confusion en ik moet hem poisonen. Yes! Oké, dan alleen nog die Quagsire. Yes! Oké, dat is badge nummer 5 binnen. Goed gedaan. Nice. Oké, thanks man. Alleen het ding, ik heb nog geen fly. Dus ik kan nog niet super makkelijk overal naartoe. Kijk, waar ging dit? Oh ja, dit was vrij nutteloos. Ik moet weer in de markt zien te komen, want daar kan ik heel wat dingetjes fixen. Kijk. Ik ga gelijk wat TM's leren aan Chimchar. Oh ja, Rock Smash had ik nog niet. Hey. Oh, dat is Iron Island zeker. Een save stage zetten. Ah, blue. Hey, revive, nice. Like die kant checken. Zonder al te veel moeite te doen. De uitgang van Victory Road. Oké. Wat is dit? De Galactic Hideout met een proteïne. Nou ja, proteïne is best wel goed voor een Golbat. Ik moet nog een locatie vinden voor Legendary, maar jij hebt er al een paar gevonden, dus... Kijk, nu ga ik hem ook gewoon vinden. Dat gaan we gewoon nu eventjes doen. Gewoon even. Losse pols, gaan... Hoppa. Kijk. Ik denk dat ik al rock climb kan, maar weet je nog niet. Ja. Kan je het niet gaan proberen, Chimchar? Ga even... naar gewoon beneden doen. Sliden. Gewoon doen. Dat kan je wel. Gewoon geloof in jezelf. Geloof in jezelf. Weet je wat? Oh ja, dit leidt weer hier naartoe. Was dit niet dat ik dan weer bij... Hup uitkom? Victory Road? Of is dat weer een andere? Oh, dat betekent trouwens ook dat ik surf kan nu. Mount Coronet. Oh ja, dit liep dood. Omdat ik geen surf heb. En volgens mij moet ik voor dat stuk zelfs waterval hebben. Nou, zo helemaal nutteloos. Pliep, pliep. Hey, Pokémon Center. Komt het net uit? Ja. Hey, de eerste gym, Wio! Ah, hij heeft hem gevonden. Zo, gym. Maar ik snap dat hij wel lastig te vinden was, wat je bedoelde. Ja. In een Pokémon Center was dat. Ja. En je moest volgens mij een cave in, toch? Ja, klopt. En dan moest je best wel voorlopen dat je denkt van, nou, dat ga je niet zomaar doen, zeg maar. Nee, inderdaad. Nu Gardenia, maar die heb ik al gezien. Weet je ook waar die is. Nou, als heb ik... ik heb geen fully healed Pokémon. Dat kan ik niet doen. Oh, huh? Pokémon Center in Pokémon Center. Sterk. Nou, wat is dit? Kom ik weer hier uit. Oh, dan kan ik nu dat checken. Oh, Regirock. Hideout, waar jij het over had, of hideout. Yes. Yes, yes. Oh, dit is wel cool, dan moet ik al die trainers hier gaan bevechten. Pokémon League. Leuk. Ik heb een Arceus, die sloopt iedereen, hotse vlots. Hotse boom, weg. Mal proeven net. Collect hideout. Oh ja, nu kan ik weer hier er doorheen. Wat flats, wat is dit? De kerk, yes! God zij geprezen. Dreadplate, daar heb ik niks aan. Ik moet die fly locatie vinden. Nee. Ja. Dan kan ik niet te snel zoeken. Nu ben ik nog afhankelijk van waar ik inloop. Wat was dit? Oh ja, ik kan die fiets ook wel nu fixen. Nou ja, in ieder geval als ik die fietslocatie weer vind. Jezus. Ga neer. Yes, we did it. We did it. Yeah, we did it. Het lukte. Het lukte. We gingen over de bergen en door het woud. Ja, het lukte. Het lukte. Hoeré. Och, weer Pokémon Center op Pokémon Center. Ik was vergeten dat ik nog een revive had. Oké. Het is handig dat ik eerst met dit begin. En dan switch ik. Vanwege de intimidate. Daar gaat het natuurlijk niet voor gelijk van. Kut, dat is irritant. What the fuck, het killt me gewoon, oké. Geen potion, oké. You became gekilled. Maar. Oké. Oh. Ja, dit is niet zo fijn. Nee, waarom een crit? Ah. En dan kom ik weer hier uit. Fucking hell. Ik mis gewoon al mijn... Wat een tyfus onzin is dit, zeg. Mis je al je moves? Ja, doordat het hier mistig is. Ja, en nu wou hij dat hij die fok had. Oh mijn god, gaat er de stomme modder heen. Oké. Cutscene. Save state tijd. Hier ben ik nog niet geweest. Wat is dit? Ah, de fight area. Victory Road. Dat ik deze battle gewonnen heb is echt heftig. Met ziek veel skills heb je gewonnen. Kijk, wat... Krijg ik nou eindelijk mijn Crobat evaluatie? Nope. Is te vaak doodgegaan. Wat is dit? Oeh, ja, alleen ik ben nu weer gelokt. Oké. Ik heb Bertha gevonden. Ja, je hebt alles al gevonden. Nee, man. Bijna alles dan. Ja, dat wel. Dat gaan we niet doen. Nou, uitgang. Maar ja, dit is wel de kutte. Waarschijnlijk is er nog een betere ingang voor Birdfly. Ik heb wel echt de kutte ingang gevonden. Oh, het was zelfs niet eens dat huisje. Het was een ander huisje. Ja. Hey, ik heb Maylene gevonden, maar hoe ga ik die in godsnaam onthouden? Ja, geen idee. Typ wat je denkt wat goed is. Ja. Kut, nu moet ik nog die andere trainen ook doen. Nee. Ik ga neer. Oké, ik heb een idee. Kijk, als ik nu een Giratina had. Ah nee, niet. Ah. Zeg maar dat ik gewoon weg kan gaan. Alsjeblieft. Oh, perfect. Ze doen helemaal niks. Nice. Ik ben in, hoe heet die cave ook alweer? Maar, oh fuck, maar shit. Waar je heatruns zou kunnen vangen, maar dan heb je eerst die cutscene. Maar hij warpt me nu naar een andere locatie, dus... Oeh, Snowpoint Temple. Even kussen level 49 Pokémon, ja. Dat was nog niet erg genoeg. Nee. En dan kom ik in de center, oké. Als ik hier gewoon Flyk vind. Nee, niet de onderkant van een center. Shit. Oké, wat is de andere kant? De bovenkant van een center. Oké, dit loopt gewoon dood. Oké. Ik heb Pokémon tegenkomen. Is dit het waard überhaupt? Kan ik hier überhaupt weg? Nope. Okay. Het zou zomaar eens kunnen, hè? Want dit is wel zo'n gebied waar je echt de rockclimb nodig... Oh, je hebt zelfs de fiets nodig. Dus gelukkig heb ik een save state gezet. Oké, die ga ik niet meer checken. Wat is dit? Oeh, je hebt drie. Wat is dit? Oké. Oh, dat heb ik nog niet eens helemaal gecheckt. Oké. Hé, ik heb eindelijk een gewone Pokémarkt gevonden. Hé, welke gym is dit? Volgens mij is dit Hard Home Gym. Weet niet, zit er een deur met een... Ja, ja dat is Hard Home. Dat is Gym 3. Had je al Gym 2 gedaan? Nee, ik heb de Galactic Key. Nee, ik heb hem nog niet gedaan. Oké. Ik weet niet hoe ik op een bepaalde locatie kan komen. Wat is dit? Oh, de bike shop. Hey, er is iets heel raars gebeurd. Wat is gebeurd? Nou, degene waar ik zeg maar vandaan kom, de deurtje, dan kom ik ergens anders als hoe ik daar kwam, zeg maar. Is dat in de Galactic Hideout? Ja. Ja, klopt, dat had ik ook, maar dat is gewoon, daar heb ik het zelfs over gehad nog. Toch dat ik gezegd van één locatie of zo en dan kom je weer twee trappen en die komen op dezelfde locatie uit. Ja, die had ik ook. Wat is dit? Oh, Iron Island. Oké, ik heb strength, maar ik moet nog de gym halen. Oh, dit wordt echt een hele rollercoaster. Nu zit ik ineens in Eterna Forest. Ja, dat ken ik. Oh, daar ben je hier al geweest. Ik kwam rechtsboven in Eterna Forest uit. Oké, ja, ik heb links onderin. Oké. En ik kan het huisje nu checken met kut. De geesthuis. Je hoeft maar 2 trainers te doen in een bos. Flikker op, man. Goed, dag Sharel, dankjewel voor... Soefbel. Oh, dat is wel handig, zodat ik eerder Crobat krijg. Niet dat ik er heel veel aan heb, want ik kan beter een Legendary vangen. Oh, fijn. Weer Snowpoint Tunnel. Oké, wat is dit? Oh, ben je al in Sunnyshore geweest? Ja. Ah... Give it a go, hardshot. Ik heb Wake gevonden. Nice. Oh fuck, dit is die Rotomkamer. Die had ik nog niet eens hier gecheckt. Ik ben daar wel geweest. Kijk. Gaf Jasmine niet al waterval? Nee. Oké, wat is dit? Ah, jee. Kom op, nu moet ik eventjes een weg zien te vinden terug naar Jubilife. Iemand, gun mij een weg terug naar Jubilife. Ah, ik wil lastig. Members only, geweldig. Okay. Deze loopt dood dan. Kijk, wat is dit? Oké, ik heb nu ook Lucian. Ja, daar was ik al bang voor. Dat kon ook niet anders. Yep. Het wordt heel moeilijk nu voor mij. Heb je inmiddels niet alles gevonden? Nee, ik mis nog Volkner en Byron. Nou ja, Byron heb ik dan wel gevonden, alleen Volkner... Volkner heb ik ook nog niet gevonden. Oeh, wacht. Is dit een weg terug naar Jubilee? Nog niet. Alleen ja, ik heb nog geen... Ja, Jubilife, oké. Ik heb nog geen Legendary. Dus ik zit nog een beetje te kloten. Fuck, waar... Oh ja. Oh, ik was nog niet eens level 45. Moet ik weer door die stomme modder heen. Verschrikkelijke route dit. Kunnen ze dit gewoon voortaan niet meer in Pokémon doen? Kijk, en ik was hier aan het checken. Dan kwam ik hier uit, dan ging ik hierin. Nee, nevermind, ik ging hierin. Ja, en dan kwam ik weer hier. Toch ging ik hier, ging ik erin, ging ik hier uit, ging ik hier omhoog. Nevermind, ging hier omlaag. Nam ik deze, ging ik Island Island in. Ik heb Gardenia verslagen. Ja. Het enige probleem is nu, of nou niet het enige probleem, maar een groot probleem is nu dat ik dus echt geen idee meer heb hoe ik kom bij dat stukje waar ik net was, waar Fantina was. Oh. Ja, maar die zit echt op een kutplek. Ja, dat is waar. Ik heb dat hele route moeten uitstippelen. Wat is dit? Iron Island. Deze is nutteloos, want die loopt dood. Famous last words.